bastante embalada. Quero curtir com você na madrugada. Dit is Radio 1. De hoogtepunten van het week, Radio 1. Daar zijn we weer. De eerste week Londen zit erop. En werken in die stad betekent voor onze presentatoren dat ze een uurtje eerder moeten opstaan dan normaal. En dat is niet voor iedereen even makkelijk. In ieder geval vrolijk wakker worden, muziek toch? De Dire Straits, Walk of Life. Hoe word jij wakker? Eerst het linkeroog en dan het rechteroog? Of is nou, het ze zitten beide nog een beetje dicht op het moment. Dat zie ik, ja. Wake me up. Ook voor de quizgasten wordt het er niet makkelijker op als ze de presentatoren niet recht in de ogen kunnen kijken. De nieuws- en sportquiz. Diergaarde Blijdorp heeft het dier met welke naam ter adoptie aangeboden? Pas. FC Twente heeft gisteren een akkoord bereikt met welke spits? Pas. Ivica Dačić is de nieuwe premier van welk land? Pas. Joop van den Ende krijgt een eredoctoraat van welke universiteit? Pas. Wat heb je nodig als je de grens overgaat? Ja, identiteitsbewijs natuurlijk. Nee, een paspoort. Om je nagels bij af te bijten. Zo spannend, die quiz. Over nagels gesproken. Ja, Naomi van As, die had knaloranje nagels. Ja, is doen dat... de mannen dat ook, Geert Groot? Nee, die zitten te ver weg voor mij om dat te constateren. Maar ik verwacht het eigenlijk niet. Je sluit het niet uit, hoor ik. Nou, je weet het nooit, hè, natuurlijk. Als ze dat leuk vinden, dan mogen ze het van mij, hoor. De NOS-verslaggevers hebben er deze weken een nieuwe collega bij. Erben Wennemars. En zo'n bijzondere man verdient natuurlijk een eigen tune. Dat is een kale tune. Wil je hem even inspreken? Blij dat ik er ben met Erben Wennemars. Erben, goedemiddag. Goedenavond alweer, hè? Ja, je rubriek is zo vers dat je nog niet eens... Je hebt wel muziek, maar Hans Hogendoorn heeft hem nog niet in kunnen spreken. Nou, dus dat hebben wij voor je. Nou, de muziek is in ieder geval prachtig. Erben had ook zelf graag mee willen doen aan de zomerspelen. Maar als wat? Hij vraagt het aan Ankie van Grunsven. Ik zou gaan paardrijden. Nou, dan zou je niet meer aan beginnen. Fietsen misschien? Hockey? Nee, kan ik ook niet. Gaat niet meer worden. Snowboarden? We kunnen ook samen wel een curlingteam beginnen. Nou, dat doe je niet mee. Dat vind ik echt niks. Nee. Oh. De sporten worden ook in de studio besproken met deskundigen, zoals Erika Terpstra. En weer een Chinees, Erika. Ja. Mooi. Topanalyse, Erika. Gelukkig wonnen wij Nederlanders ook nog wat. Grol, die gaat dit winnen. Ja, hij gaat het winnen en hij heeft het gewonnen. Hij wijst even met zijn vingertje naar Poetin. Dat vind ik wel heel bijzonder. Die heeft het gezien dat Grol hier brons pakt. Grol hier brons pakt. Wordt het wit, wordt het bos of wordt het blauw, wordt het de Koreaanse? 1, 2, 3. 3-0 voor Edith Bos. 3-0 in de golden score. Zij pakt hier brons. Eindelijk. Nederland gaat een bronzen medaille halen met een gouden randje. Als je in ieder geval nadenkt over de problemen die er zijn geweest. Dit is waar we vooraf op hadden ingezet met de vrouwenacht. Het is de ploeg gegund na alle problemen die er geweest zijn. Promo with Jojo zwemt er naartoe. Ze ligt ernaast nu. Promo with Jojo of nog niet. Het wordt heel spannend. Het wordt toch Australië. Het wordt Australië. Melanie Slenger houdt het vol. Het goud voor Australië. Het zilver voor Nederland. Nederland is onttroond als Olympisch kampioen. Voor Janne Vos, ga door, pak die Olympische titel, doe het gewoon, ze heeft hem, Olympisch goud voor Janne Vos, geweldig, de Nederlandse heeft hem, eindelijk heeft ze die gouden plak te pakken, voor Amedsted en voor Zabelinskaya, maar Janne Vos doet het, ze weerstaat de druk, ze pakt hier de Olympische titel, wat is ze blij hoor, Marianne Vos wordt Olympisch kampioene. Nu komt de aanval van Kromo Ijojo en Heder Asimenia op de tweede plaats, Ottersen op de derde plaats. En ze moet heel erg knokken, Kromo Ijojo. Ze moet heel erg knokken, maar het gaat er lukken. Het gaat er lukken, ze gaat winnen. Ja. Ranomi Kromo Ijojo is Olympisch kampioen. Tot volgende week.